Moeder Teresa. Ik dacht altijd dat deze zuster enkel en alleen goed kon doen. Zo goed als zij was niemand. Nu blijkt dat zij ook een andere kant heeft. Dat patiënten in haar ziekenhuizen werden geprikt met vieze naalden. En toen ze zelf een dokter nodig had, bezocht ze een chique privékliniek. Toch stemt haar levensverhaal me ook hoopvol. Want al had deze vrouw haar tekortkomingen, ze heeft in het leven van ontelbaar veel mensen het verschil gemaakt. Zoveel goeds kan er dus ook uit ons komen. Uit de mooie, imperfecte mensen die we zijn.